De Belgian Roof Day is natuurlijk het evenement voor de dakensector in België. Het is de eerste maal dat we echt een belevingsbeurs doen en dat we naar stone en landscaping gaan. Le public est au rendez-vous encore plus qu'en 2021. Cette année-ci, comme nous avons voulu mettre le focus sur la principale préoccupation de nos installateurs qui est la pénurie de main-d'œuvre. Nous avons eu des écoles qui ont répondu présentes aussi, beaucoup d'échanges, des séminaires extrêmement intéressants de nos confrères du CSCC. Fysieke beurzen zijn nog altijd wel belangrijk, omdat het ook een netwerkevent is. Ik bedoel, als collega's onder elkaar, men komt elkaar hier tegen, zeker komende uit de COVID-periode, waar dat men eigenlijk een beetje geblokkeerd zat en niet zozeer kon contacten leggen, hebben we hier nu eigenlijk een uitgelezen moment. Eén dag, iedereen komt naar Brussel, men ontmoet zijn collega's, men kan over de problematieken spreken, men kan de nieuwe technieken bekijken. Belgium Stone & Landscaping Day is een netwerkmoment en is een belevingsmoment. Dat is ons uitgangspunt. Dus de bedoeling is dat de mensen komen, dat ze kunnen zien wat er producten op de markt zijn, wat de innovatieve producten op de markt zijn, de duurzame producten op de markt zijn, specifiek in stone en landscaping. We hebben ook een wedstrijd voor de jongeren, eigenlijk ook in onze sector toch te betrekken, om te laten zien dat ze eigenlijk wel een mooi beroep hebben ook, dat er ook een toekomst is voor hun beroep. Een preselectie eigenlijk voor diegene die dan later het beroep gaat vertegenwoordigen, België gaat vertegenwoordigen in de Euro of the World Skills. We hebben 5 dagen voorbereiding, waarvan dat de laatste dag de ontvangst is van de standhouders. We hebben tussen de 15 en de 20 trailers materiaal die we laten komen. Met tenten, tapijten, trussing, verlichting, stroom. Elk jaar hebben wij hier een oplieger liggen met bijna 33 paletten aan drank. Voor de 3 dagen beurs. Er worden 90 vaten bier elk jaar verbruikt. En mijn man die in de keuken staat, zorgt voor 1000 kilo frieten elk jaar.